Hoe geef je vorm aan je behoefte aan herdenking? Als ik gedenk, herdenk, dan wil ik iemand vast kunnen pakken. En voelen dat er een gemeenschappelijk gevoel is. Zelf heb ik niet heel veel met plekken waar ik iets moet herdenken. Dat ken ik niet vanuit mijn achtergrond. Ik heb dat nog nooit meegekregen. Je herdenkt gewoon vanuit je waar je wil. Wij herdenken natuurlijk gebeurtenissen van het verleden. Ik denk dat het een energie is die gebruikt moet worden om te voorkomen dat het niet opnieuw gaat gebeuren. Ik moest er nog even aan denken, toen je zei ik moest erover praten, dacht ik even dat gedichtje van Leo Vrooman komt vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en vertel het 100 malen. Op zondag 2 mei kunt u kijken naar een thema-uitzending over herdenken, gemaakt in nauwe samenwerking met alle levensbeschouwelijke omroepen. Op deze televisiezender Spirit 24.